Hallo en welkom in de Gouden Eeuw, toen Nederland het rijkste en machtigste land van de wereld was. Wow! Vanavond hebben we een wel heel bijzondere gast, de grootste politicus van de Gouden Eeuw. Eigenlijk is hij al dood sinds, even spieken hoor, 1619, maar hij maakt speciaal voor ons een uitzondering. Hier is hij, Johan van Oldenbarneveld. Hoi, Doreen! Hallo, welkom Johan van Oldenbarneveld. Neem plaats. Mag ik nou mijn hand weer terug? Oh, nou, voor deze keer. Echt te gek dat u onze gast wilt zijn. Echt super toppie toppie. Zeg maar jij, Doreen. Oké, jij. Johan van Oldenbarneveld. Jij was dé politicus van de Gouden Eeuw. En je bent opgeklommen uit het laagste van het lage volk, hè? Ja, zeg maar, van de stront naar de glorie, Doreen. En je vader heette Gekke Gerritje en die had ooit iemand vermoord, lees ik. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar een hele leuke, warme man. Ja, en jouw twee zussen waren prostituees, hoeren. Ja, maar hele leuke, lieve, open meiden. Maar hoe kwam jij omhoog uit jouw milieu? Nou, gewoon door een steenrijke vrouw te trouwen, Maria van Utrecht. En dat gaf mij de gelegenheid om te gaan studeren, jurist te worden en door te stoten naar de top. Om zo uit te komen bij Willem van Oranje. Willem van Oranje, inderdaad. Ja. Ach, dat was een man. Legerleider, politicus, die kon echt alles. En weet je wat hij nog meer kon? Kijk maar even mee. Dit is Willem van Oranje. Bonjour. Jij bent de vader des vaderlands. Ja, inderdaad. C'est moi. Oui. Jij bent vermoord door Balthasar Gerards in 1584. Oui, oui, dat was niet zo leuk, hè? Oh là là, oh là là. Jij bent de stamvader van de Oranjes. Nou ja, ben oui, je doet je best, hè? Je spreekt geen Nederlands. Non, mon, helaas, pas du tout, rien woord. C'est vrai. Ik spreek alleen Frans. Seulement français. Alleen Frans. Je bent beroemd, aanbeden, een van de grootste Nederlanders ooit. Dank u wel, dank u wel. Merci. Maar wat niemand van je weet, is dat jij zo goed kan dansen. Inderdaad, c'est vrai. I am a dancer. Maar dat weet niemand. Ja, dat vind ik ook zo irritant. Ze weten allemaal hoe ik vermoord ben en door wie. En ze weten hoe mijn 6 vrouwen heten, mijn 45 kleinkinderen. Maar van dat dansen, dat weet niemand. Dan is nu je kans, Willem van Oranje. So you think you can dance? You bet I can dance. Wauw, Willem. Dat was fantastisch. Check. Wist jij dat hij zo goed kon dansen, die Willem? Nee. Oh, zo'n knappe man. Oh, zo'n knappe man.